is vandaag Lixcapes. Vandaag gaan we verder met de nieuwe Survival. En zoals jullie misschien zien aan de ene video, ik weet niet welke ik ga uploaden van de twee. Is er eentje best wel raar, omdat de intro raar is, maar dat zullen degenen die... Als het Fraps wordt, diegenen zullen dat dan niet zien, maar de rest zullen dat dan wel zien. En is het Camtasia, dan zul je dat wel zien. Want ik neem nu met twee dingen tegelijk op, omdat het best wel vaak misgaat. En ik word er echt scheidziek van, want ik heb geen zin om het altijd maar weer opnieuw te doen. Vandaag gaan we verder met Survival. Wat ik wil gaan doen, is ik wil ons fucking huisje eventjes afmaken. Dan wil ik zo eventjes wat pistons gaan halen. En wat ik daarmee wil gaan doen, dat zien jullie dan wel. Oh shit, fuck. Kutkip. Oké, dus dat moeten we niet doen. Oh nee, wat doe ik nu? Oké, ik heb alle kippen laten ontsnappen, shit. Zo. Zo. Hier maken we eventjes onze basis. Zoals jullie zien is er misschien een reisminimap. Ik weet niet of jullie dat al is opgevallen. Maar ik heb een reisminimap geïnstalleerd. Ik dacht, ik speelde de laatste tijd vaak Hunger Games met mijn broertje. Sinds ik de film heb gezien vind ik het echt fucking leuk. Om dat te doen, weet je wel. Dan weet je wat je moet gaan doen. En ja, dus sindsdien speel ik best wel vaak Hunger Games met mijn kleine broertje. Jullie kennen hem vast wel misschien uit video's Luca Gabriel 9. Hij was 9 toen hij het kocht. Maar ja, trouwens, ik ben nu bezig met het uploaden van Donkey Kong. Voor degene die afvragen wanneer dit is. Dit is degene wanneer ik Donkey Kong upload. Deel 1. Dus dan weet je dat ook weer. En fuck die button. Ik hoef geen button, joh. Dan gaan we eventjes wachten. Ik heb trouwens daar een waypoint. 900 meter zit een village. Ik dacht, weet je... Om het nou te gaan onderzoeken tijdens... Ja, gewoon tijdens dit, dat is niet echt leuk, weet je. Offscreen bedoel ik. Weet je, tijdens dit is het veel leuker als ik een village ga onderzoeken. Dus daar gaan we zo eventjes heen. Ik heb geen schep, waar is mijn iron? Dat heb ik in mijn inventory. Oké, nice. Zo. Nee, ik hoef geen redstone, man. Ben je gek? Ben je gek in jouw kleine kap? Stomme crafting table die denkt dat hij een leven heeft. Oké, ik heb geen armor. Daar beginnen we ook eventjes mee. Armor is altijd handig. Daar begin ik meestal mee. Zo, dan maken we weer eventjes dit. En dan is ons iron alweer op. En dan zeg ik, fuck dat. Shit. Dat is niet zo slim. Maar dan hebben we wel full iron armor. Eigenlijk had ik die helm niet hoeven maken. Ik vind dat ik cool eruit zie als ik geen helmpje op heb. Maar dat is meer in de Island Wars series en zo. Niet in dit soort serie. Daarvoor vind ik het hoeft niet per se op zich, weet je. Survival, daar gaat niet om de mooi, weet je. Oké, weet je, ik vind het leuk om in vechtdingetjes... Vind ik het leuk om mijn helm af te hebben, weet je. Dat ziet er zo cool uit, maar... Weet je, dit is gewoon nutteloos om je helm af te hebben. Kijk, dan krijg ik al een... Eens kijken. Hier. Eén defense dingetje gaat er dan af. Dus dat is best wel zonde op zich. Natuurlijk maakt dat niet heel veel uit, want ik ga niet heel snel dood, maar... Ja, maar het is wel zo. Als jullie trouwens lek hebben, in ieder geval, ik weet niet hoe dat komt. Ik heb gewoon fucking harde lek. Weet je wat ik gewoon daartegen zeg? Fuck you lek. En dan is dit onze eerste basis. Daar zullen waarschijnlijk de kippen komen. Ik weet niet. Dat zie ik dan wel. Zo. Nee, wacht, hier. Ja, ik weet niet wat ik precies ga doen. Hier komen dan de vulletjes ofzo, zo. Dus hier waar de kippen zitten. Tot nu toe dan, hè. Dat gaat waarschijnlijk daar wel weg. Oké, dit is de muur. Dat ik al neerzet. Dan gaan we eventjes kijken hoe het met ons stone zit. Zo. 14, nice. 15, nice. 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 Dan doen we ons goud erin. En onze stack. Iron doen we erin. Upskate. Ik zeg gewoon, weet je wat, iron. Altijd handig iron. We hebben geen kool meer in de ovens. Nou ja, 6 wood. Die het vast wel even kus mee. Oh, we hebben hier nog een stekje. 16. Denk jij, daar gaat dan maar kool in. 16 en 15. Tom, ja. Wat is er? Ah, ik kan me niet horen, maar.
Nee, opnames. Beetje. Er is een nieuw iemand op de server. Wat, ik ga gewoon een klein stukje. Heb je nu opname? Zo. Wacht eventjes. Zo, ben ik weer. Wil eventjes, en eventjes dit doen. Gewoon even niet, ik ga niet even de chat reageren hoor. Ja, dat je krijgt vast nog wel een keer op, maar niet. Ga je weer tippen. Ah nee, wat? Ik heb eventjes een hele harde lag spike. Zo. Oh ja. Oh, er zijn nu hoeveel mensen? 4, dat vind ik best wel veel. Zo. Zo. Haal ik dit eventjes uit. Zo. Ah, dat is best wel mooi, zo'n open arena eigenlijk. Hey. Wat doe ik? Dit hoeft niet. Ik ben een beetje gek aan het worden. Zo, met kippetjes gaan we nu nog even niks doen. We gaan eerst eventjes onze basis maken. Gewoon eventjes de basis van thuis. Lelijk doet. Ook. Bam. Zo, klaar. Omdat je niet mag schelden en swearen. Zo. Ik wil natuurlijk niet dat iedereen eventjes de hele tijd de server loopt te schelden. Dus daarom hebben we daarvoor wat beginners. Als je dat soort dingen zegt, bijvoorbeeld weet ik veel. Ja, weet ik veel wat voor dingen dat die allemaal is automatisch weggehaald. Maar er zijn in ieder geval een paar dingen die weghaalt. Als je dat zegt. Ik weet niet precies allemaal wat. Oké, iron, nice. Heb ik stone? Ja, ik heb een stack stone. Als mijn maat joint, dan... Klaar mee. Helemaal stoer doen met zijn Nerf. Nerf is hetzelfde account. Ik weet dus wel. Ik ben niet gek. Hij heeft 2 accounts. Hij heeft Nerf en hij heeft nog meer. Je doet nou maar niet stoer met je 2 accounts. Oké, dan wachten we eventjes tot dat gekookt is. Hebben we nog ergens zand? Ik had glas gemaakt, dacht ik. Ik had toch zand gehakt? Oh ja, hier heb ik dat. Dat kunnen we ook zo wel gebruiken. Wacht, daar kan je toch kleurtjes mee maken met die rozen? Ja. Hebben we nog meer rozen? Yep. Zo, meer glas. Iron ignits. Zo, en zo. Dan doen we eventjes de chest vol met allemaal troepjes. Slash manu at nerf 242 builder. Zo, die is user. Eventjes alles koken. Zo. Hoe heet dat? Ja, koken volgens mij, hè.
denk niet dat het braden heet. Zo moest je dat volgens mij doen en dan zo. Of dan was het zo en dan, ja, ik weet niet eens hoor. Is geen één. Glas, steen. Ja, en die bloks kunnen het ook, maar ik denk dat we het van die gaan doen. Geen nou. Oké, dus kan in allerlei, maar ik doe gewoon deze. Zo dan. Zo dan. Eens eventjes eens kijken hoor. Hoe maak je stained glass? Hoe maak je dat? Volgens mij zo of zoiets. Hoe maak je stained glass Minecraft? Heb je kleuren? Ja. Tuurlijk heb ik kleuren, anders zou ik niet willen. Nee, creeper. Shit. Deurtjes dicht. Oh nee, er zit hier een gat natuurlijk. Oh, zeg gewoon, man. Doe niet moeilijk. Nee! Je hebt 8 glas nodig, normaal blok. Oh. Normaal. Oeps. En dan doe je zeker zo. Dan zo. Ja! Ah, ik heb het. Dan maak je er plas. Ah, oké. Wat als je deze krijgt, wat krijg je dan? Light gray, ja, ben je gek. Hoe kom je aan die... Oké, nice. Yep, ik heb het al. Oké, en dan wil ik die gele bloem. Hebben we ergens botten? Botten, we hebben vast wel een skeleton gekild. Ja, die hebben we gekild. Nou, ik wil gele bloemetjes. Wat krijg je hiervan? Ook light spray. Oh, wat doe jij? Nou, ik wil gewoon normale gele bloemetjes. Ja, daar zijn ze. Ik zag ze, ik zag ze, ik zag ze. Ja. Yeah. Gek. Want hij doet ineens heel veel damage. Wauw. Oké, maar mensen, dit was de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, laat dan een duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Laat het dan eventjes achter. En ik zie jullie de volgende keer. Laters.